Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, boekwerk documenteert behaalde doelen 4 jaar kabinet Santokki. President ontvangt speciale pin Lions Club en Franse ambassade herdenkt bestorming Bastille. Deze maand markeert 4 jaar sinds de inauguratie van de regering Santokki. Ter gelegenheid hiervan heeft president Chandrika Persat Santokki een boekwerk aan de samenleving gepresenteerd, getiteld Van crisisbeheersing naar stabilisering, groei en duurzame ontwikkeling met durf, moed en leiderschap. Het boek documenteert de behaalde doelen van de afgelopen 4 jaar. De ceremonie vond plaats op zaterdag 13 juli in de congreshal. We staan aan de vooravond, volgende week. 16 juli 2024. Dat is de dag 4 jaar geleden dat wij aantraden als regering. Regering Santokki-Brunswijk. Ik ga iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan deze resultaten, aan deze successen. Zeker de vakbondsleiders, zeker het bedrijfsleven, die ons ook ondersteunen bij uitvoering van IMF-programma. Zeker de ambtenaren, zeker alle deskundigen, internationale instituten die ons helpen. Mijn mensen, dit hebben we samen bereikt. Dit is ons succes, wat we gezamenlijk gerealiseerd hebben. En ik dank jullie. Ik moet zeggen dus dat er aardig wat werk verzet is geworden. Natuurlijk, er waren hier wat uitdagingen. Met name financiën, niet voldoende financiën beschikbaar. Dan nog ook een loodzwaar IMF-programma. Dat ons allemaal treft, nog steeds. En de president heeft ook aangehaald, hè, verschillende crises waarmee wij als Surinamers geconfronteerd waren en nog zijn. Dus het is van klimmen uit een moeilijk dal omhoog. En we zijn nog steeds bezig om te klauteren uit dat dal. Maar in elk geval, ik denk van dus dat we toch wel geloof moeten blijven hebben. En ik denk dat het toch wel voor ons allemaal betekent dat we onze schouders aan het werk moeten zetten. Ja, ik denk dat er sowieso heel wat verbeterpunten zijn. Ik denk sowieso dus dat wat betreft de communicatie met de bevolking, dat verbeterd moet worden. Optimaal zijn, zodat de bevolking toch helemaal betrokken wordt, hè, bij hetgeen gebeurt. Dus dat is een belangrijk verbeterpunt, waardoor je dan ook veel meer begrip kan hebben bij de mensen. En de mensen dan ook wat meer belief kunnen hebben, hè, in de toekomst. Ik denk dus dat daar wat verbetering behoeft. Een mijlpaal, omdat de kentering is gezet om naar een gouden toekomst toe te kunnen werken. Daarvoor zijn een aantal zaken hebben zij in place gezet. We zijn er nog niet, we moeten nog veel. Er is nog veel werk aan de winkel, maar in elk geval kunnen we spreken van stabiliteit. En als land zoek je die stabiliteit omdat je rust wil. Rust voor iedereen. Deze regering heeft inderdaad eigenlijk tegen de bierkaai op moeten vechten. Want niemand vindt het fijn als er hele zware maatregelen getroffen worden. En wij als volk hebben de tol moeten betalen. En dat was heel zwaar. We hebben het allemaal ervaren. Ongeacht
Niemand kan zeggen, ja, ik heb er baat bij gehad. Ja, uiteindelijk hebben we er allemaal baat bij. Maar het was een zware periode. En dat, ja, er is nu een punt waarop we kunnen zeggen, oké, als we dit voort kunnen zetten, dat wat we, laat maar zeggen, de fundering die we hebben gelegd, ja, dan zouden we die toekomst, die gouden toekomst, wellicht kunnen bereiken. In mijn ogen zijn er altijd verbeterpunten. En dat komt erop neer dat we, Suriname is een prachtig land. We hebben zoveel goeds hier. Niet alleen onze resources of ons klimaat of de dingen die we allemaal wel prettig vinden. Dat we geen natuurrampen hebben bijvoorbeeld. Maar ook onze mensen. We zijn gewoon, en het blijkt ook steeds weer, eerst waren we gewoon een melting pot. Toen waren we, ja, multicultureel. Maar het blijkt dat we vrij uniek zijn. Als samenleving vrij uniek in de wereld. Dus dat zijn, is een schoon goed dat we hoog in het vaandel moeten dragen. Verbeterpunten in dat opzicht, zeg ik, als we beseffen dat we maar met 600.000 mensen zijn, dan moeten we gewoon onvoorwaardelijk elkaar accepteren zoals we zijn. Het etnische aspect, wat toch wel weer een beetje op naar boven is gekomen, dat vind ik, daar moet heel veel aan gedaan worden, dat het niet naar boven komt. Er moeten geen etnische aspecten aangehaald worden. Wij moeten gewoon voort kunnen leven met elkaar. Want ik blijf erbij, hoe wij hier ook samenkwamen. Het is belangrijk dat wij als natie verder gaan en niet als groep. Voor zijn bijzondere bijdrage aan de Lions Club heeft president Chandrika Prasad Santokhi een speciale pin in ontvangst mogen nemen. De pin wordt elk jaar gegeven aan belangrijke personen die een speciale band hebben met de Lions en de projecten die de club uitvoert. Dit jaar valt de overhandiging van de speciale pin onder het thema Let's Make Our Mark by Serving the Community. De pin dient als symbool van erkenning voor de bijdrage die het staatshoofd levert aan het realiseren van de doelstellingen van de Lions Club. District Governor 60A van de Lions, Rawin Shangur, bood president Santokhi deze pin aan tijdens een beleefdheidsbezoek op zaterdag 13 juli 2024. Dus eigenlijk is het meer een beleefdheidsbezoek, maar ook de president is aan te geven wat Lions in Suriname doet. En de functie die ik nu heb is de district governor. En dat is dat je dan drie landen koffert, dat is Guyana, Trinidad en Suriname. En dat is een bijzondere functie. En meestal doe je humanitaire projecten. En als we kijken naar het sociaal programma van de president, past erin. Toch? En, en hij heeft vaker onze projecten ondersteund. Hij is zelf aanwezig geweest op sommige projecten van Duxakuko, onze Lions beurs. En dus vandaar dachten we van dit is een goede gelegenheid om hem voor te stellen dat we een team hebben en een Suriname die de functie heeft van governor die dus in drie landen opereert, zeg maar. En uiteindelijk hebben we onze doelen op prijs gegeven. We hebben ook aangegeven dat we afgelopen jaar, zeg maar afgelopen 12 maanden, hebben we hem gezegd dat wij ruim 4 miljoen SID aan projecten hebben gedaan. Weet je, en dat past precies wat hij ook aangeeft. En we hebben ook van hem ondersteuning nodig, want soms hebben we, zeg maar, vergunning nodig voor een Moonkopo-serie. Maar dat hebben we geen obstakel, maar hij zegt, oh, dat is open voor. Hij heeft ook voorbeelden genoemd van, hey, neem sport ook mee in het binnenland, waar mensen kunnen voetballen, dammen. En dus dat gaan we nu meenemen. En er is uiteindelijk ook aangegeven dat er een pot is voor bepaalde projecten. Dus dat gaan we ook gaan moeten bekijken. We hebben een speciale pin, dat is een governor pin. Dat is niet te koop, dat is de governor. Die geeft een pin, hier is mijn hand, maar die geeft een pin waarbij dus de naam van de governor staat aangegeven en het district. En is aangegeven van elk jaar met een speciale boodschap. Toch? En eigenlijk mijn thema voor dit jaar is Let's Make Our Mark
by serving the community. En dat staat op mijn pin. We hebben hem als eerste gegeven, omdat ik dus dan pas overige mensen kan geven. De burger nummer 1 moet je als eerste geven. Want ik ga ook naar Guyana volgende week en dan gaan we daar ook de president wat geven. Het is een symbolisch dat je zegt, het is een soort erkenning, toch? Laat me het aangeven. De Lions in Suriname, de Lions over de wereld, hebben ook pins. Dus bijvoorbeeld mensen die in medische gevallen, die willen ook een pin hebben. Toch? Dus het is eigenlijk een soort procuratie van, ik word erkend door de governor. Toch? En het is een soort eigenlijk een dankjewel, maar dan moet je iets geven wat blijvend is. En dan zetten ze, je ziet bij de Lions hebben ze een aantal pinnen. Sommigen hebben heel vers met pinnen. En daarvoor samen zitten ze soort pinnen. Dus het is speciaal, dit hebben we gedaan aan de president, omdat het eerst aan hem wordt gegeven. En daarna ga ik naar de rest van de Lions overhandigen. Of mensen die speciale band hebben gehad met Lions, dus project hebben gedaan, die krijgen zo'n pin. Dus het heeft altijd, het is eigenlijk een soort cadeautje die je geeft aan je Lions, van je luister, dit is het. En het is niet te koop, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Het is, je moet zelf maken. Dan heb je een logo van ons, een logo, en het is eigenlijk ook de logo van ons erop. Hij staat open en hij weet wat Lions is en wat Lions inhoudt en het werk wat Lions doet. En hij is ook een deel altijd ervan. Dus hij heeft gezegd, alle medewerking wat nodig is, dat wij nodig hebben. Kijk, wij gaan geen geld vragen, maar we vragen bijvoorbeeld sommige logistieke zaken voor elkaar te krijgen. En hij heeft in een geval gezegd, als er iets is, dan zijn de deuren open voor ons. En hij heeft ook zelf gezegd wat ik eerder zei. Er zijn projecten die hier waar beschikbaar is wat gelden voor uitvraagprojecten. Dus dat gaan we dus zeker met beide handen grijpen. En dan gaan we samen projecten gaan doen, ja. Frankrijk en zijn overzeese gebieden herdenken op 14 juli de bestorming van de Bastille in 1789. Het koninklijk fort, tevens gevangenis in Parijs, werd op die dag door de revolutionairen bestormd. Dit moment geldt als symbool van een revolutionaire beweging. Op de residentie van de ambassadeur van Frankrijk voor Suriname en Frans-Guyana werd het feit op 13 juli 2024 herdacht en gevierd. President Santokki werd warm welkom geheten door ambassadeur Nicolas de la Coste en zijn echtgenote Maya de la Coste. And best wishes and congratulations on the occasion of the celebration of the Bastille Day 2024 to the government and the people of the French Republic. The principles of freedom, unity, and solidarity remain indispensable in today's world. We live in a world marked by growing uncertainty, conflicts, and misunderstandings causing insecurity and hampering sustainable development, which we must face with the same courage and resilience. These celebrations are therefore crucial for all of us to recommit to the ideals of the French Revolution, liberty, equality, and fraternity, which still hold the validity and strength. Ambassador, distinguished guests, our cooperation has entered a new era with substantial investment in offshore mining of natural resources, particularly oil and gas by the French company Total Energies. Their commitment to be mindful of the environment and work with the best technologies to minimize greenhouse gas emissions is highly appreciated and welcomed. My government remains committed to developing its natural resources sustainably, preserving Suriname's status as one of the 3 carbon negative countries in the world. France's role
at the global level in terms of environmental protection should be leveraged to reach clear and implementable goals for climate action. And at COP29, we get another chance to make history for the very survival of humanity. The question is, are we all prepared to play our part? Ambassador, ladies and gentlemen, whether on the field, court, or track, the spirit of sportsmanship demonstrates the best human potential, inspiring individuals and nations alike to strive for excellence. In this way, sports serve as a powerful force in uniting the world, promoting peace, and celebrating the collective achievements of humanity. I convey my best wishes for success in organizing and hosting the 30th edition of the Olympic Games by the French government. As such, Ambassador, I applaud the various activities organized by the French Embassy to inspire and generate enthusiasm among the Surinamese people for the upcoming World Games. We are very proud as country, as nation, of the Surinamese athletes, and I'm convinced that they will be true ambassadors proudly representing our countries through the various sport and bringing home well-earned medals. In closing, Ambassador, please convey my warmest greetings and regards to President Emmanuel Macron and the French people on the celebration of this French National Day. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.